Vice-president Ashwin Adin heeft gisteren bij de start van de begrotingsbehandeling 2018 in het parlement gezegd dat de regeringsleden voortaan met respect behandeld moeten worden. Hij gaf aan dat de Raad van Ministers het recent optreden van ABOP-vertegenwoordiger Edward Belfort het parlement niet waardeerde. Belfort had president Desi Bouterse en zijn beleid zwaar onder vuur genomen. De president verliet de vergaderzaal van de Nationale Assemblee tijdens de spreekbeurt van Belfort. Adin merkte op dat regering en parlement een gedeelde verantwoordelijkheid hebben. In de samenwerking tussen regering en parlement is het van belang dat ze elkaar met wederzijds respect bejegenen, zegt de vicepresident. De voorbeeldfunctie van de Nationale Assemblee en het openbaar karakter van haar deliberaties vereisen dat wij elkaar steeds op een respectvolle en moreel-ethische verantwoorde wijze bejegenen. Ook indien de politieke debatten hoog mochten oplopen. Een dergelijke gedragslijn of attitude geeft juist meer blijk van volwassenheid en versterking van de morele basis van onze staatkundige onafhankelijkheid. Mevrouw de voorzitter, tot slot wil de Raad van Ministers, en ik denk dat we namens de regering dus geheel praten, van deze gelegenheid gebruik maken om een beroep te doen op uw geacht college om uitgaande van onze gemeenschappelijke verantwoordelijkheid en onze voorbeeldfunctie elkaar tijdens de parlementaire debatten met meer wederzijds respect te behandelen dan voorheen het geval was. Parlementsvoorzitter Jennifer Geerling-Simons was het niet helemaal eens met de VP. Geerling-Simons zei dat Belfort de president of de regering niet heeft beledigd in zijn toespraak. Wanneer er hier door leden gesproken wordt, dat is niet altijd plezierig voor mij of u of wie dan ook om aan te horen. Maar er zijn een aantal scherpe regels waaraan we ons houden, omdat we natuurlijk balanceren tussen het recht van de leden om hun mening vrijelijk te uiten en aan de andere kant de orde en het parlementair taalgebruik, het niet beledigen van mensen, het niet noemen van mensen hun namen die niet hier zijn. En natuurlijk is dat altijd een balans, maar we hebben hier gezeten en geen van die zaken kunnen ontdekken. In de spreek. Reden even. Ja, maar ik moet dit eventjes neerzetten. In de spreekbeurt van het lid Belfort. Hoewel we ons kunnen voorstellen dat een aantal dingen misschien onprettig zijn geweest. Dus we horen graag nu wat de mening van de regering is. Maar we gaan geen discussie voeren. We gaan geen discussie voeren over een redenvoering die is gehouden hier door een lid. Als u het lid wil antwoorden tijdens de begrotingsbehandeling, dan antwoordt u dat lid. Aldus parlementsvoorzitter Jennifer Geerling-Simons. Vicepresident Ashwin Adin heeft gisteren bij de start van de begrotingsbehandeling 2018 verklaard dat het parlement de regeringsleden voortaan met respect moet behandelen.